Yo, Nintendo fans! Miitopia is officieel uit. En ik heb tijdens een demo op Twitch de allerleukste Nintendo-karakters gemaakt. Ja! Dus als je denkt, wat ziet het er straks raar uit? Dat komt omdat dit uit een livestream kwam op Twitch. Maar, laat weten welk Nintendo-karakter jij het leukste vindt in de reacties. Doe een duimpje omhoog. En dan wens ik je veel plezier met deze video. We moeten monsters met gezicht van inwoners gaan zoeken. Ah! Link gaat helemaal stuk. Die zegt, nee jongen, dat is helemaal niet waar, vriend. Recruton is een rustig oord. Zo rustig dat het bijna saai wordt. Ik vind het zo grappig. Het begint echt zo leuk. Kijk me rondlopen. Hallo. Hallo, Impa. Hallo, mevrouw. Vrolijk omaatje, Impa. Wat een prachtige dag. Word je niet vrolijk van zulk mooi weer? Oh, een avonturier. Waarom kijk je zo, Sip? Oh, ja, ik kijk, Sip, sorry. Van zo'n mooi weer krijg je toch vanzelf een glimlach op je gezicht? Een glimlach maakt jou en mijn dag weer goed. Nou, helemaal top. Kijk die Goomba. Die Goomba is fantastisch. Brutaal kind Goomba, what up? Goomba is zo'n draak! Ik ga echt kapot om deze karakters. Dit is zo grappig. Ik ben echt blij dat ik hier gewoon heel veel tijd in heb gestopt. Want het lijkt wel. Kijk, Link staat ook gewoon hier bij die potjes, hè? En je weet wat Link doet met potjes. Die gooit die overal naartoe. Die maakt die kapot. Die slaat die kapot. Hij is gewoon nu de pottenbewaker. Ja, Impa die verkoopt allerlei shit. Helemaal goed. Is wel leuk, want in Zelda Breath of the Wild is Impa ook in haar huisje continu. Dus ik vind dit ook wel een leuke reference. Goomba die is lekker aan het rondrennen. Dat doen ze ook in Mario. Dus het klopt gewoon allemaal. Het klopt. En dan de Inkling Girl. What up? What up? Bezorg de moeder. Dit is de moeder van de Goomba. Stop daarmee, Goomba. De moeder is boos. Je doet je nog pijn als je zo blijft rondspringen. Jij maakt me knettergek. Oh, sorry, avonturier. Mijn kind is hyperactief. Ik weet niet wat ik verder nog kan doen. Laat hem maar met rust, joh. Laat hem chillen. Kijk, ze staan. Charmander en Bulbasaur. Charmander heeft alleen het pakje van Link aan. Yo, Char, jij moet even dat pakje aan Link gaan geven. Jullie moeten even wisselen. Want Link heeft een oranje pakje aan. En Charmander, die heeft een groen pakje aan. Jullie moeten gewoon even wisselen. Dan klopt het. Jullie hebben elkaars kleren gestolen. Jullie vlerken. Waarom stelen jullie elkaars kleren? Hallo? Deze game, jongen. Kijk ze staan. Verliefstel Charmander en Bulbasaur. Oh. Je bent zo lief, Bulbasaur. Je bent zo slim, Charmander. Dit kan gewoon niet. Het lijkt wel alsof ik droom. Oh, moet ik je even knijpen? Deze game. Als dit zo blijft, jongen. Als die game de hele tijd zo blijft, dan wordt dit echt mijn favoriete game voor de Switch, denk ik. Oh. Wat is dit? Kijk hem staan! Waluigi! Yo! Sarcastische man Waluigi. Yo man, wat moet je? Nou, ik loop hier gewoon te lopen, hè. Wat denk je nou? Laat me gewoon lopen, joh. Types zoals jij zien we hier niet zo vaak. Nee. Misschien zou je eens vaker gasten moeten verwelkomen, vriend. Ben je hier op bezoek of zo? Ja, zeker. Zoiets als een wellnessvakantie. Oh man, ik wil een wellnessvakantie. Lijkt me heerlijk, Waluigi. Dat klonk wel heel erg leuk. Veel plezier. Kijk die bakkes van hem ook, jongen. Wat een bazen. Oh, ik vind het zo leuk om hier rond te lopen. Gewoon nu al. Oké, en nu. Yo! Burgemeester Tommy Nook. Daar is die hoor, de eindbaas. Met zijn gouden ketting om zijn nek. Kijk deze gangster, jongen. Gouden ketting alles. Burgemeester Tom Nook. Welkom, avonturier. Ik ben de burgemeester van dit dorp. Je hebt vast wel met alle inwoners gesproken. Recruton is een fijn dorp. Als burgemeester moet ik dat wel zeggen. Eigenlijk vindt hij hier geen bal aan, volgens mij. Eigenlijk wil hij weg. Eigenlijk wil hij gewoon naar Isabel. Op Choo Choo Land. Maar ja, je zou hier moeten blijven, vriend. Je bent burgemeester geworden. Wat? Hey! Wat? Wat is dat nou weer? Wie, waar, wat, hoe? Wat is dat? Mama! Die ogen.
Goomba heeft echt een kont op zijn voorhoofd of zo. Inkling Girl die is lekker gewoon aan het chillen. Die denkt, ik ken deze guy. Oh, toch niet. Nee, toch niet, toch niet. Inkling Girl vertrouwde toch niet. Bulbasaur! Die koppen. Waluigi zegt ook, dat is geen goed teken. Oh nee, het is... Wie is het? De duistere vorst. Een boosaardig wezen dat vanuit de schaduw monsters beveelt. Kies een Mii om de rol van duistere vorst te spelen. Nou, daar gaan we weer. We gaan een duistere vorst aanmaken. Even kijken. Blosjes op zijn wangen inderdaad. Hij heeft geen kapsel. Ook Mr. Mime is kaal. Hoppakee. Hij heeft wel wenkbrauw, maar dat zijn dan... Kijk, dat zijn deze. En die gaan we als horns op zijn hoofd zetten. Want dat heeft Mr. Mime natuurlijk ook soort van. Ja, ze moeten een beetje zo omhoog staan. En die moeten zwart. Oké, dan de ogen. Freaky ogen. Ogen die dwars door je ziel heen kijken. Dat zijn deze. Wat doet hij trouwens met een neus? Want Mr. Mime heeft geen neus of zo. Wacht, misschien kunnen we twee puntjes doen. En die naar beneden, zodat die gewoon achter de mond komen. Super klein, zodat je die niet ziet. De mond, dat is deze. En die moet omhoog. Die moet precies mooi tussen de blosjes komen. Eigenlijk heeft Mr. Mime gewoon meer zo'n hoofd. Of zo. Dit is iets te hoog. Ik vind dit wel een goed kleurtje. Het is wel een beetje groenig, ja. Misschien moet ik toch maar voor deze gaan, voor de zekerheid. Iets meer omhoog nog. Ik denk dat dit wel goed gaat. Ik zal even mijn cam heel één seconde wegdoen. Kijk zo. Ik denk dat dit wel een aardige, accurate Mr. Mime is. Deze! Hij heeft natuurlijk ook zo'n brede onderkant van zijn hoofd, toch? Of niet? Jongens, wat vinden jullie van Mr. Mime? Ik vind hem wel vet geworden. We gaan zien wat er nu gaat gebeuren met de Dark Lord, Mr. Mime. Een boosaardig wezen dat vanuit de schaduwmonsters beveelt. Ja, ik vind hem helemaal nice. Wat? Heel nice. Wat ga je doen, Mr. Mime? Je gaat lachen. Ik ben de duistere vorst, Mr. Mime. Ik kom paniek en verderf zaaien in dit ellendige kleine wereldje. En ik begin bij jullie, inwoners van de Recruton. Rustig aan, jongen. Ik zal jullie eens laten zien. Laten kennis maken met echte angst. Zeg maar dag tegen jullie gezichten. Nee! Nee! Laat ons met rust. Niet doen! Nee! Don't do it! Ik heb zoveel aandacht besteed aan het maken van deze Mii's. Come on! Laat ons met rust! Oh nee, Bulbasaur! Daar ga je! Qua Luigi! Oh no! Oh nee, Tom Nook! Niet Tom Nook, niet Tom Nook! Je blijft af van Tom Nook. Nee, precies. Oké. Goomba, Bulbasaur, Impa, Link en Waluigi zijn de Sjaak, jongen. Het lijkt voldoende voor Mr. Mime. Luister goed naar mijn gezichtsloze ellendelingen. Oh man, we zijn gedoemd tot een sprakeloos angstig leven. En iedereen die ik heb ontzien. Ja, dankjewel trouwens. Kijk maar eens goed naar jullie arme vriendjes. Er rest jullie alleen maar wanhoop. Tot ziens. Houdoe en bedankt. Nou, heb ik zo mijn best op gedaan. Inderdaad. Het is allemaal voorbij nu. Burgemeester Tom Nook zegt het kan niet waar zijn. Iemand help ons. Jeetje. Ik ben hier, joh. Ik ben hier. Oh. Hij kan niks meer zeggen. Arme Waluigi. Arme Bulbasaur. Oh nee. Knappe gezicht van Bulbasaur is weg. Oh nee. Nu kan ze geen liederwoordjes meer in mijn oor fluisteren. Oh man. Goomba, nee, dat gaat ook niet meer. Goomba, mijn arme kind. Rustig maar, geen paniek. Oh, avonturier. Ik smeek het je, alsjeblieft. Help mijn arme Goomba. Tuurlijk, ik ga helpen, joh. Geen probleem. Dankjewel. Ah, wat krijgen we? We krijgen iets. Oude familie-erfstuk krijgen we van de Inkling Girl. Een antiek amulet. Ik heb angstige gevoelens dat de duistere vorst nog ergens in de buurt is. Kun jij hem gaan zoeken? Tuurlijk, want ik ben de eindbaas. Dat is niet Mr. Mime, dat zijn wij. Arme Impa, arme Linky, potverdorie. Het ziet er niet goed uit, jongens. Oh, kijk, en er is inderdaad een nieuw gebiedje open. Lekker. Dat was hem. Vond je dit een leuke Miitopia-video? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En laat in de reacties weten welk Nintendo-karakter jij het beste vond. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Oh ja, en als je erbij wilt zijn de volgende keer tijdens deze streams, volg me dan ook op twitch.tv/Rickachu. Mazzel!